Hey, leuk dat je kijkt naar Bord voor je Kop. Wij maken korte video's waarin we licht doen schijnen op bordspellen die minstens net zo tof zijn als de Toast doet beloven. Want die zijn er genoeg. We wanen onze weg door het oerwoud en aanbod om voor jou de krent uit de pap te vissen. Zodat jij een idee krijgt van wat je wil spelen met je vrienden of familie. En hebben we dit keer een pareltje te pakken. King's Dilemma, uitgegeven door Horrible Games en zeer binnenkort verkrijgbaar in Nederland via 999 Games. Het is een legacy spel voor 3 tot en met 5 vrienden, wat zich afspeelt in de fictieve wereld van Angust. En het doet een beetje denken aan Game of Thrones. Of misschien wel meer dan een beetje. Het is een beetje als een tweelingbroer, maar dan met een net andere trui. Horrible Games staat bij ons vooral bekend vanwege Railroad Inc. Een sprankelend spel, leuk voor op vakantie. Wij hebben hem reeds aangeraden. Ja, een roll and ride die wel leuk is in het inmiddels iets wat uitgemolken genre. Het duo Lorenzo Silva hebben de handen weer ineen geslagen en komen dit keer met een storytelling monster dat scherp, slim, provocerend, maar vooral heel leuk is om te spelen. Jij speelt als een van de huizen die de koning adviseert tijdens zijn zit op de troon, maar je houdt er wel een eigen agenda op na. Wat goed is voor jouw huis is misschien niet altijd goed voor Enkist. Zo wandel je op een dunne lijn tussen verraad, verlies en winst om het spel te winnen. In de decennia die volgen geef je advies over de meest uiteenlopende zaken. Simpele dingen zoals het volk heeft honger, maar geven we graan uit de koninklijke voorraad. Of het leger wil meer manschappen, maar ben je bereid om daarvoor de schatkist te plunderen? En de verkenner is al een paar dagen vermist en de roddel gaat dat die wordt misbruikt voor een occult ritueel. Sturen we manschappen het bos in om te kijken of ze hem kunnen vinden? Een missie die misschien helemaal niet goed af gaat lopen? En tegelijkertijd ben je ook nog bezig met het toernooi dat wordt georganiseerd en is er een dreigende oorlog met een van je buurlanden. En alle keuzes die je maakt kunnen ook nog eens gevolgen hebben voor je nageslacht. Laten we gelijk toegeven, dit spel is meesterlijk en misschien wel een van de beste spellen die we ooit gespeeld hebben. Het deed wel een klein beetje pijn op het moment dat ik moest spinnen voor dit spel, op dat groene knopje drukte, dacht ik, wauw. Maar toen ik deze doos helemaal uitpakte en alle idiote ideeën zag, was ik het al lang vergeten. Maar waarom deed het dan zo'n pijn, Marvin? Het was duur! Maar wat hebben we hier nou precies in handen? Een storytelling, dilemma, sticker slapping, legacy game. Laten we het eens stap voor stap doornemen. Al deze kleine enveloppen. Met nieuwe verhaallijnen. Plotwendingen. Interessante personages te ontmoeten. En sinistere gebeurtenissen. Verzegeld in karton en papier. Al je beslissingen zijn onuitwisbaar. En voordat je het weet zit je vast aan een sticker die je generaties lang dwars zit. Want King's Dilemma is namelijk een legacy game. En dan hoor ik u denken, een legacy game? Wat is dat? Een legacy game is een spel waarbij ieder potje voortborduurt op wat er in het vorige potje is gebeurd. Dat betekent dus dat je stickers mag plakken, kaarten mag verscheuren en op het bord mag kliederen. En nu hoor ik u denken, dat betekent dus dat ik het hele gevaarte na 1 keer spelen in de bak kan knikkeren. Correct, maar wat denk je dit is? Er zit zo'n 15 à 20 uur, zo'n 15 à 20 potjes in het spel. En welk spel speel je nou echt vaker dan 15 keer? Ik heb er niet zoveel. Als je met vrienden uit eten gaat of naar de film gaat, ben je makkelijk meer kwijt. En volgens mij zit je nooit meer dan 15 uur in de bios. Tenzij je natuurlijk fan bent van de befaamde alomgeroemde Hobbit trilogie. De pijn van het pinnen was ik al lang vergeten. Een WhatsApp-groep werd in het leven geroepen met de vraag wie wie wil er raadgever zijn van de koning in het land van Enkist. Aan de start van het spel kies je een huis dat jij wil vertegenwoordigen. Er is keuze uit 12 verschillende huizen die allemaal een ander idee hebben over hoe de maatschappij en het koninkrijk eruit zouden moeten zien. Alles heeft en geeft zoveel smaak. Het spel ademt sferen, alles is kleurrijk. Ieder huis is in een ander gedeelte van Enkist gevestigd en zo krijg je een beeld van hun achtergrond, familiebanden en eventueel wrok naar elkaar. Maar misschien wil jouw huis gewoon lekker handel drijven. Misschien wil jouw huis wel wereldvrede. Maar er zijn ook weer andere huizen die misschien helemaal niet willen versmelten met andere culturen en zeggen ons huis eerst. Daarover later meer. Als je jouw huis hebt gekozen, kies je een toepasselijke naam die je de rest van je campagne behoudt. Vervolgens ontvang je 8 schildjes die jouw macht representeren. En een handvol goud. En het belangrijkste, ja, nee en pas. Als iedereen het heeft gedaan, dan is het tijd om envelop 00 te openen. En hier de content van voor te lezen. En het avontuur is begonnen. Het doel is, net als in het echte leven, om te winnen.
Je probeert macht uit te oefenen op de koning en op je tegenspelers. Je wil geschiedenis schrijven en ervoor zorgen dat jouw wetsvoorstellen hij eindigen aan de kasteelmuren. En al deze beslissingen hou je bij op dit bord. Dit is je overzicht en hier kan je zien of dat je land gezond is of niet. Is er genoeg geld in de kas? Is het leger wel sterk genoeg? Ben je in een kenniseconomie? Is het volk überhaupt gelukkig of niet? En is er genoeg eten voor iedereen? Heel belangrijk. Hier bedien je het verhaal. Hier zit je aan de knoppen of help je het land naar de knoppen. Je zet je handtekening onder wetsvoorstellen. En of krast op kaartjes. Langzaam kom je erachter hoe je nou eigenlijk kunt winnen. We gaan niks verklappen, want het moet wel een verrassing blijven. No spoilers. Elke ronde in King's Dilemma staat gelijk aan één heerschappij van een zittende koning. Het belangrijkste onderdeel van dit alles is het dilemma-deck, maar hier komen we zo op terug. Dus aan het begin van deze heerschappij kies je een geheime agendakaart. Dit bepaalt hoe je deze heerschappij, deze ronde gaat spelen. Misschien ben je wel heel bescheiden en wil je ervoor zorgen dat alles een beetje in het midden blijft, middenmaat, dat is allemaal prima. Misschien ben je wel een extremist en wil je ervoor zorgen dat er bakken met goud is, maar dat er geen eten is. Het is aan jou. Deze ronde kies jij hoe jij wil spelen. Los van de geheime agenda's heeft ieder huis ook verborgen lange termijn plannen, de zogenaamde achievements. Het kan zijn dat jouw huis graag een oorlog wil ontketenen of de bron van het eeuwige goud wil ontdekken. Hartstikke spannend allemaal, maar je zult een lange adem moeten hebben en goed vooruit moeten plannen om ze te behalen. En dit is waar heel King's Dilemma over gaat, het dilemma deck. Deze wordt aangevuld met deze enveloppen waar de meest bizarre, rare, toffe, ellendige, opwindende verhalen in zitten waar ik niks over zou vertellen, maar die komen in dit deck terecht. En nadat je geheime agendakaart hebt gekozen, mag één iemand een kaart hier uitpakken. En om een voorbeeld te geven van wat er kan gebeuren, en het komt niet eens in de buurt van wat er daadwerkelijk in het spel zit, geef een klein voorbeeldje. Bijvoorbeeld, afgelopen nacht zijn alle schapen in de nabijgelegen stad, Natar, opeens verdwenen. Nu is aan jou de keuze om daar jouw manschappen naartoe te sturen en een onderzoek te starten. Maar dit kost heel veel geld en heel veel tijd. Aan de andere kant kun je ervoor kiezen om het niet te doen. Dat betekent dat het volk vertrouwen in je verliest en dat je eventueel een ruzie ontkent met deze buurtstad. Waar kies je voor? En dan barst de discussie los. Jij wil graag op zoek gaan naar die arme beestjes, maar je buurvrouw die heeft lak aan die schapen en blijft liever op de schatkist zitten. Intussen probeert je overbuur jouw goud toe te schuiven om je voor zijn karretje te spannen. Er worden deals gesloten, er wordt betekenisvol geknipoogd. En uiteindelijk wordt er gestemd. En dat stemmen, dat doe je met deze machtsfiches. Ben je voor, dan leg je ze op de J. Ben je tegen, leg je ze op de nee. Super simpel. Hoe meer je erin zet, hoe groter de kans is dat je wint. Power. Een stemronde doet denken aan een potje poker. Als je het slim weet te spelen en op het juiste moment jouw macht weet in te zetten, kun je je politieke besluiten doorheen drukken en zo invloed uitoefenen op het hele verhaal. Maar mocht er nou een dilemma zijn waarbij je je niet per se betrokken voelt of denkt, hier heb ik weinig mee van doen, kun je passen. Wat je dan doet is dat je een goudstuk neemt, op je paskaart legt en als jij de eerste speler bent die dit in deze ronde doet, mag je de moderator token ontvangen. Wat betekent dit nou? Mocht er een gelijk spel zijn, dan ben jij degene die doorslaggevend is. Nou, waarom zou je dat nou willen? Nou, op deze manier kun je gewoon invloed uitoefenen op het land zonder dat je daarvoor macht hoeft in te leveren. Bovendien zal er regelmatig een speler bij je aankloppen die jou wat goudstukken toe wil drukken. Want dit klinkt misschien heel corrupt, maar nou ja, het is eigenlijk ook gewoon een corrupte bende. Dankjewel. Een stemronde bestaat uit overbieden, bluff, omkopingen en soms zelfs genuanceerd debat. En uiteindelijk rolt daar dus een soort van weloverwogen besluit uit. Worden de gevolgen van dit besluit voorgelezen en zullen sommige huizen stiekem hun handjes wrijven en andere huizen met geknepen billetjes toezien hoe de staat van het koninkrijk steeds verder afdwaalt van hun verborgen agenda. Kom jij als winnaar uit de bus, dan kan het zomaar zijn dat jij de toekomst van Enkens volledig verandert. En dat je een wetsvoorstel op het bord mag plakken. Een van deze stickers. Hier schrijf je of kerf je je familienaam in en dit plak je op het bord. Maar dit kan een positief of een negatief effect hebben. Misschien is het effect wel dat je gezien wordt als volksheld en dat het heel goed voor je uitpakt. Maar het kan zomaar zijn dat dit een heel naar wetsvoorstel is wat twee generaties nog steeds een bittere nasmaak heeft. Elke afwikkeling van een dilemma beïnvloedt
de stabiliteit van het koninkrijk. Worden er beslissingen genomen die het staatsbelang dienen, dan is alles lekker aan het plussen. Zo, er is meer dan genoeg eten voor iedereen en mensen zitten lekker in de vel. Waarom hebben ze nog een koning nodig? De koning voelt zich een beetje overbodig en besluit af te treden. Stel dat het tegenovergestelde gebeurt. Al het gekonkel van die huizen stort het land in de ellende. Er is geen boek meer te vinden in heel het land. En waar is het leger gebleven? Nou, de koning, wat moeten we met die waardeloze kerel? En hij wordt afgezet. Het kan ook zijn dat gedurende alle dilemma's het balans een beetje in het midden blijft schommelen. In dat geval kan het zijn dat de koning gewoon overlijdt van ouderdom. The king is dead! Long live the king! Hoe dan ook, zodra er geen koning meer is, eindigt het spel en worden de punten verdeeld. De wereld van King's Dilemma is wreed en meedogenloos en doet denken aan de middeleeuwen. Het recht van de sterkste, de armen worden armer en de rijken worden rijker. En in deze wereld, die soms verdacht veel lijkt op onze wereld, gaat King's Dilemma controversies niet uit de weg. Onze lieve makers van King's Dilemma winnen er dan ook geen doekjes om. Dit spel kan je moraliteit op de proef stellen. Zo opent de speluitleg met een disclaimer dat je voorbereid moet zijn op gevoelige topics zoals oorlog, geweld, slavernij en discriminatie. En weet je, dit is geen slechte zaak. Het is zelden dat je door een bordspel zo aan het denken wordt gezet en je bewust wordt dat je beslissingen gevolgen hebben. De spelmakers deinzen er niet voor terug je dit te laten voelen in de pakkende verhaallijnen die zich spelenderwijs ontvouwen. Wat voor jou een simpele move kan zijn om je huis een klein voordeeltje te geven, kan het doodvonnis tekenen voor een personage uit de wereld van Ankist, of soms zelfs voor een hele bevolkingsgroep. En zelfs als je met de beste bedoelingen een keuze maakt, kan het leiden tot een menselijke tragedie. Wij van Bord voor je Kop zeggen I tegen King's Dilemma. Het is bedriegelijk simpel, het zit waterdicht, sterk, goed in elkaar. En het is ontzettend verslavend. Het thema maakt het natuurlijk helemaal af. De Game of Thrones-achtige fantasywereld wordt smaakvol en sfeervol in beeld gebracht. En in de handleiding staat voor wie daar behoefte aan heeft een hele geschiedenis en allerlei leuke feitjes over de wereld van Ankist. Tijdens het spelen raak je bekend en ga je geven om het wel en wee van Ankist. De 6 verhaallijnen die zich hier afspelen, die we nu niet kunnen laten zien vanwege de spoilers. Daarbij raak je betrokken. Je bent geen passant, je bent in deze wereld. Je zit er middenin. Deze verhalen zijn een vergaarbak van fantasy-clichés en scenario's uit de Europese geschiedenis. Maar het werkt. Ze zijn goed geschreven en creatief tot een geheel gebracht. Wat het spelen van King's Dilemma tot een waar genot maakt. We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een geweldig spel is. Neem het op in je collectie, ga het spelen. We kunnen het van harte aanraden. Kijk voorbij dat legacy-element. Speel het, ervaar het. Vraag een weekend vrij, nodig je vrienden uit of je familie en zet het op tafel. Ga aan de slag. Zeker. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Bedankt voor het kijken. En misschien wil je ons wel helpen door op ons kanaal te abonneren. En misschien wil je ons wel nog meer helpen door je oom, je tante, je vriend, je vriendin, je overbuurman, een collega, iemand die je dierbaar is, te vertellen over Bord voor je Kop, zodat wij kunnen groeien. Hier zijn nog 2 filmpjes die je nu kan bekijken. En tot de volgende. Ciao bella!